Ieder mens komt uiteindelijk als jongeling, als leerling naar school. Vol hoop, verwachting en enthousiasme komt het binnen. Het kan niet meer wachten om nog groter te groeien. Het wil groeien in een omgeving met zorg, liefde en aandacht. Zijn opvoeders en leerkrachten spelen daarin een hele belangrijke rol. Ze kunnen het verschil uitmaken tussen verdorren of opbloeien. Ieder mens heeft een eigen groeikracht of leerkracht. Lieve jongens en meisjes, leerlingen, studenten, zeer gerespecteerde ouders en verzorgers, beste leerkrachten, schoolleiders, onderwijsinspecteurs, docenten, directeuren en andere ondersteunende diensten en staffen, beste dames en heren, uit alle sociaal-maatschappelijke gelieden, Brarananga Sisa. Wat een mooi beeld. We hebben het net naar een fragment gekeken van het hijsen van de vlag waarbij ons volkslied gezongen wordt. Het gaat over ons mooi land dat zo rijk is aan mensen uit allerlei culturen. Een land dat beschikt over veel natuurlijke rijkdommen. Dit volkslied is een symbool dat ons verbindt. En misschien is u iets bijzonders opgevallen. De leerkracht die het kind naar voren roept en het een compliment geeft. En dat is het wat zo belangrijk is in ons onderwijs. Het kind zien in al zijn mogelijkheden. Elk kind heeft talent, alle kinderen zijn speciaal. Het is onze taak om die talenten van alle kinderen zo goed mogelijk tot bloei te laten komen. Het volgende fragment laat dit heel goed zien. Jongens en meisjes van Suriname, heb je goed geluisterd naar de tekst van het lied? Jullie zijn bijzonder, speciaal. Het lied zingt over dat jullie mooie bloemen zijn. De school waar jullie dagelijks naartoe gaan, moet zorgen dat je helemaal kunt opbloeien tot een stevige, sterke bloem. En nu sta ik hier voor jullie, de minister van Onderwijs. Ik ben er trots op dat ik jullie minister mag zijn. Een vriend stuurde een bericht uit de krant waarin stond dat er eigenlijk een minister voor kinderen zou moeten zijn. Wat volwassenen doen is zo bepalend in jullie leven. Daarom moeten volwassenen die dingen doen die goed voor jullie toekomst zijn. Een minister voor kinderen, zo zegt het artikel. Denk steeds na of dat wat volwassenen bedenken of beslissen wel goed is voor de toekomst van kinderen. We hebben nog niet zo'n minister voor kinderen, maar, en misschien mag ik als onderwijsminister een beetje jullie minister voor kinderen zijn. Beste kinderen, ik weet als onderwijsminister dat het voor jullie niet altijd makkelijk is. Soms is het thuis moeilijk, maar ook op school kan het voor jullie lastig zijn. Ik wil als minister goed nadenken en beslissingen nemen die goed voor jullie zijn. Ik heb ook als minister de grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen jullie allemaal, ongeacht waar je woont of wie je opvoeders zijn, dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen om te leren en groeien. En dat is best een hele klus. Vanuit mijn werk als minister op dit mooie ministerie grijp ik elke mogelijkheid gretig aan om daadwerkelijk een verschil in jullie leven te maken. Dat is niet altijd even makkelijk en het gaat ook niet altijd zo snel als ik zou willen. Maar hoe moeilijk de situatie ook is, ik wil samen met jullie ouders en alle anderen naar de oplossingen zoeken die jullie onderwijs nog beter maken. Elk moment van de dag besef ik dat het belangrijk is de goede besluiten te nemen. Dat doe ik door met jullie, maar ook met de leraren en andere volwassenen veel te praten. Ik luister dan naar jullie verhalen om zo de juiste beslissingen te kunnen nemen. Jullie kennen immers je school, je leraar, dus jullie onderwijs als de beste. Wat jullie zijn, er dagelijks. Ja.
was maar de kuu. Denk aan het lied dat ik net liet zien. Jullie zijn de bloemen van Suriname die met heel veel zorg begeleid dienen te worden. Zoals het zaad van een bloem goed verzorgd moet worden, geldt dat voor jullie ook. Ons ministerie voor onderwijs werkt hard aan alle verbeteringen, zodat je een fijne leeromgeving hebt in een fijne school met fijne leraren. Beste studenten, ik richt me nu naar jullie. Jullie zijn de toekomst van ons land. Onze toekomstige dokters, leraren, verpleegkundigen, verzorgers, taxichauffeurs, boeren en ga zo maar door. Ook jullie wil ik die minister zijn die met al zijn mogelijkheden het onderwijs dat zo bepalend is voor jullie ontwikkeling te verbeteren. Ook dat zie ik als een grote verantwoordelijke opgave. Ik sta jullie tot dienst. Ik ben in de afgelopen periode veel benaderd voor het verruimen van studiefinancieringsmogelijkheden, mede gelet op de huidige financiële-economische ontwikkeling van het land. Begrijpelijk. Jullie willen je ontwikkelen en vragen daartoe steun en hulp. De regering heeft alvast een mogelijkheid gecreëerd om de verhoging van de inschrijfgelden en materiële kosten enigszins te verlagen. Dit gebeurt via een tegemoetkoming die momenteel wordt uitgewerkt en dit jaar nog zal dat bekend worden gemaakt. Er zijn echter nog veel andere uitdagingen. Een ervan is het versterken en verbeteren van het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Voor wat betreft het hoger onderwijs is vanaf mijn aantreden als minister OWC gelijk invulling gegeven aan het directoraat hoger en wetenschappelijk onderwijs. Hiermee is ingeluid dat de rol van de overheid via dit directoraat zal zorg dragen aan onder andere wetgeving voor hoger onderwijs, het faciliteren van het wetenschappelijk onderzoek, reguliere stakeholder engagement sessies met het hoger onderwijs, instellingen en andere nationale en internationale partners. Het fundamenteel debat over het hoger onderwijs zal in de komende periode ook de rode draad zijn om aan de doelen van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderzoek te werken. We leven in een competitieve wereld, Suriname maakt ook daar deel van uit. Dit vraagt om kwalitatief hoogstaand hoger onderwijs. En om deel te nemen aan deze wereld zijn heldere kwaliteitsnormen en standaarden nodig die zorgen dat deze kwaliteit voortdurend gewaarborgd wordt. Ik besef heel goed dat dit voor ons een grote uitdaging is. Het is zeker geen kleine klus, maar toch wens ik een lans te breken en het fundamenteel werk te doen dat bijdraagt aan een toekomstbestendig hoger en wetenschappelijk onderwijs. Beste studenten, blijf ondanks dat soms misschien nog niet alles in place is vastberaden om te studeren. Blijf geloven in jezelf en ondanks de moeilijke omstandigheden te zoeken naar pragmatische oplossingen. Suriname heeft hoogopgeleid en gekwalificeerde werknemers en wetenschappers nodig om antwoorden te vinden voor complexe vraagstukken in de landbouw, voor de mens- en milieu-uitdagingen, voor het garanderen van een leefbaar klimaat, het creëren van een rechtvaardige inkomensgroei en ga zo maar door. Als we samen hard blijven werken en de goede dingen blijven doen, zal dit werk lonen. Het zal ons brengen naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor nu en in de toekomst. Het is een proces van lange adem. In mijn regeringsperiode wil ik hiertoe een belangrijke aanzet geven. Ik richt ook een speciaal woord aan u. Meer nog dat ik niet als minister praat, maar als een ouder tot een andere ouder of verzorger. Jullie zijn zo belangrijk in het leven van jonge mensen. En het is een logische en terechte vraag dat ook jullie een groot belang hechten aan goed onderwijs voor jullie kinderen. Als geen anderen weten jullie dat onderwijs en eigen ontwikkeling de sleutel is voor een fijne toekomst van jullie kinderen. U hebt zorgen. Ik ga in op een paar van deze terechte zorgen. De gevoelens die bij u zijn over de doorstroming, begrijp ik helemaal. Ik heb via diverse media kanalen hieromtrent breedvoerig gesproken.
Aan de vooravond van dit nieuwe schooljaar vind ik het heel belangrijk u te laten weten dat na een goede reflectie te hebben gedaan, ik als eindverantwoordelijke van dit ministerie de volgende stappen zal overwegen. We maken stap op de plaats. Gelet op de binnengekregen informatie is het op dit moment wijs om voor de komende 2 jaar de normen weer op te pakken. Dat betekent dus gebruik te maken van de bekende overgangsrapporten met cijfer en daarnaast op de voortgangsrapportage van elk kind. Er is ruimte om indien de bevindingen van de schooldirectie en de leraar is dat het kind de klas weer overdoet, dat kan het advies gegeven worden tot het over te doen van de klas. Mijn wens als minister echter is ook dat als het kind de klas opnieuw doet, er aandacht zal zijn voor niet alweer hetzelfde, maar voor een aangepaste aanpak. We kunnen met de schoolteams kijken of dit gaat lukken en wat daarvoor nodig zal zijn. Ik ben ervan overtuigd dat alleen zitten blijven niet genoeg is om het kind in ontwikkeling te houden. Deze kinderen hebben dan iets anders of extra's nodig. Pas dan heeft zitten blijven zijn nut. Als de randvoorwaarden weer in place zijn, dan kunnen we alsnog besluiten na grondige voorbereiding zitten blijven op dubleren van de klas. Wanneer heb ik gekeken? Doorstromen, kinderen zich niet zinloos achterhouden, maar extra aandacht geven, soms de klas overdoen, beter voor het kind, maar dan ook in die dubbele klas met extra aandacht. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat doorstromen beter werkt dan een klas overdoen. Slechte leerprestaties hebben meestal te maken met de sociaal-economische thuissituatie. Die thuissituatie lost je niet op met blijven zitten. Slechte leerprestaties hebben helaas soms ook te maken met te veel van hetzelfde aanbieden. Een verlies van motivatie van de leerling. Voor deze kinderen is extra aandacht door de school meestal een betere oplossing. Zitten blijven begeleiden vraagt dus extra inzet van de school. Het is gewoon een feit. Kinderen verschillen. Al vanaf de geboorte van elkaar, geen één kind is hetzelfde. Er zijn snelle, gemiddelde en langzame kinderen. Verschillende kinderen vragen dus om verschillend behandeld te worden. Alle kinderen die op hun niveau hun best doen, zullen doorstromen. Ik heb nagedacht over een aantal maatregelen. Ik noem er enkele. 1. Meer aandacht voor het omgaan met verschillen in de klas door een betere lesaanpak. Om tegemoet te komen aan deze verschillen vraagt om aanpakken in de klas die daarmee rekening houden. De leerkrachten gaan differentiëren, dat wil zeggen ze zorgen dat hun lesaanpak tegemoet komt aan deze verschillen. De leerkrachten gaan hun lessen indelen op 3 niveaus. Niveau 1, extra aandacht voor de kinderen die meer tijd nodig hebben om de leerstof te begrijpen. Niveau 2 en 3 zijn de gemiddelde en snellere leerlingen die op hun niveau aandacht krijgen en sneller door kunnen, ze hoeven niet te wachten. In de OGO-training worden de leerkrachten erin getraind hoe zij deze differentiatie kunnen aanpakken. 2. Meer aandacht voor training leerkrachten om dit te kunnen doen. Om de kinderen beter te kunnen begeleiden die meer aandacht nodig hebben, gaan de schoolleiders bijeenkomsten organiseren met de leerkrachten hoe zij dit kunnen doen. De leerkrachten specialiseren zich in een speciaal programma voor bijvoorbeeld rekenen, taal of lezen voor leerlingen met grote achterstanden. Dat is de niveau 1 groep waar ik net over sprak. 3. Aandacht voor extra hulp in de school door remedial teaching. Aanvullend zal het ministerie meer investeren in programma's voor kinderen met een leerachterstand. Remedial teaching. En voor kinderen met een leervoorsprong. Ook dit is extra hulp voor leerlingen. Wellicht kunnen getrainde gepensioneerde leerkrachten hiervoor kunnen worden ingezet. 4. Aandacht voor hulp en begeleiding na schooltijd. Niet voor alle kinderen is het makkelijk om na schooltijd huiswerkbegeleiding te krijgen. Het ministerie zal investeren in huiswerkbegeleiding buiten de schooltijden. Voor alle leerlingen die het nodig hebben. 5. Aandacht voor het coördineren van de zorg in de school. Ook kan het voorkomen dat een kind helemaal niet zijn best doet, veel verzuim en dergelijke. Dus klasoverdoen ligt dan voor de hand.
maar aanvullend de inzet van de zorgcoördinatoren. Zij zullen ook gesprekken met de ouders voeren over de werkhouding van het kind. Ook zal bekeken worden wat de betreffende school aan kan. Sommige scholen hebben al ingezet op goed lesgeven aan verschillende niveaugroepen en of hebben al remedial teaching. Die scholen zullen vaak kiezen voor doorstromen. Voor andere scholen is dit nog moeilijk. De scholen zullen vaker kiezen voor klasoverdoen. 6. Aandacht voor het tussentijds monitoren van de voortgang van de leerling. Het voorstel is om de al bestaande peilingstoetsen in de leerjaren 4, 6 en 8 te gebruiken om de leerlingen met te grote achterstanden extra te evalueren en vast te stellen wat het beste is voor zo'n leerling. Doorstromen of klasoverdoen en begeleiding ouders extra. Huiswerkbegeleiding, extra remedial teaching of een andere traject. Nou, het doorstromen is na COVID doorgevoerd omdat anders te veel kinderen zouden blijven zitten en de laagste klassen te vol zouden worden. De nieuwe kinderen zouden er niet meer bij kunnen. Beginnen met een pilot was toen gewoon niet mogelijk. Dit praktische element speelt ook nu nog. Beste ouders en verzorgers, uw verlangen naar goed onderwijs is volkomen terecht. Het gaat immers om de toekomst van jullie kinderen. De overheid en dus het ministerie van Onderwijs heeft daar een grote verantwoordelijkheid voor. Uw rol in het ondersteunen van het leren van uw kinderen is belangrijk. Praat met uw kind over zijn ervaring. Hou goed contact met de school, in dit geval de juf of meester, en los samen problemen ter plekke op. Stap voor stap willen wij verbeteringen aanbrengen in het onderwijs, want dat maakt de toekomst van jullie kinderen. Beste leerkrachten, schoolleiders, onderwijsinspecteurs, docenten en directeuren. Ook jullie zijn belangrijke spelers in het maken van goed onderwijs voor onze jeugd. De vakantie zit alweer op en ik vertrouw erop dat u goed bent uitgerust. Ik hoop dat ook voor ieder op het ministerie. Als ik terugblik naar alle gesprekken met diverse actoren uit het onderwijsveld en daarbuiten, met inachtneming van alle ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar, dan staan we samen voor veel uitdagingen. Er zijn verschillende typen niveau onderwijs, verschillend van elkaar, naar in hoofdlijnen herken ik min of meer dezelfde uitdagingen. En dat ligt, wil ik toch met jullie stilstaan bij een aantal zaken. Sinds jaren wordt er gewerkt aan nieuwe boeken vanuit de Surinaamse context. Voor de leerjaren 1 tot en met 6 zijn er al eerder nieuwe boeken ontwikkeld en op de scholen in gebruik. Voor de leerjaren 7 en 8 plus voor enkele vakken uit de eerdere leerjaren plus leesboeken voor de leerjaren 4 tot en met 8 zijn er nu ook nieuwe boeken ontwikkeld. Die dit jaar zijn gedrukt en vanaf oktober 2023 gebruikt zullen worden door de scholen. De nieuwe boeken zijn gebaseerd op activerend onderwijs en passen goed bij het kindgericht onderwijs, ook wel ontwikkelingsgericht onderwijs. Alle leerkrachten en scholen krijgen training in OGO onderwijs. Er zijn 5 modules, module 1 en 2 zijn al getraind, module 3, 4 en 5 komen eraan. Ook is er een training voor het werken met de nieuwe boeken leerjaar 7 en 8. De masterstrainers OGO zullen naar de scholen gaan en beschikbaar zijn voor coaching van de leerkrachten. In dit element zijn geen aanpassingen nodig. Ik heb daarnet gesproken over doorstroming. Voor u evenzo een belangrijk onderdeel. Voort speelt de formatieve voortgangs- en overgangsrapporten met uitleg wat de leerling beheerst. Het gaat om de scores A tot en met D per leeronderdeel, aangevuld met overal cijfers per vak. De huidige voortgangs- en overgangsrapporten kennen een uitgebreide evaluatielijst met scoren A tot en met D, als ook de indicatie welke stof is behandeld. Deze vorm van rapporteren geeft het kind en de ouder inzicht in wat het kind kan en waarin de ouder broer of zusje of buurman of buurvrouw het kind kan helpen. Op schoolavonden voor ouders zullen de schoolleiders en leerkrachten deze nieuwe vorm van rapporteren uitleggen. Het formatieve rapport is ook belangrijk voor de leerkracht van de volgende klas.
die zo de informatie krijgt over wat een kind voldoende of onvoldoende kent en waar dus extra aandacht nodig is. Dito voor de remedial teacher en de huiswerkbegeleiding. Maar niet alle ouders kunnen het uitgebreide formatieve rapport begrijpen, kunnen deze soms niet lezen. Het ministerie onderzoekt nu met de leerkrachten hoe de formatieve rapporten korter en duidelijker kunnen worden. Ook zal het formatieve rapport de komende jaren aangevuld worden met het ouderwetse cijferrapport. Vervolgens, de basiseducatie is verlengd met leerjaar 9 en 10. Vroeger betekende leerjaar 8 het sorteren van de leerlingen naar AVO, MBO of uitstroom. De toekomst van het kind was daarmee op jonge leeftijd vastgelegd. Leerjaar 9 en 10 wordt gegeven in de gebouwen van de MULO en LBO scholen. Maar het curriculum is op alle scholen gelijk. Het maakt dus niet uit naar welk schoolgebouw uw kind gaat. Het curriculum leerjaar 9 en 10 is vernieuwd met als leidend principe de hedendaagse belangrijke vakken streams. Wat staat voor Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics en Services. Plus veel aandacht voor beroepsoriëntatie, heel belangrijk voor de leerlingen om een bewuste keuze voor hun vervolgopleiding te maken. In dit element zijn geen aanpassingen nodig. Er is wel een evaluatie van de beroepsoriëntatie afgelopen jaar gedaan op basis waarvan de beroepsoriëntatie wordt verbeterd. Dames en heren, heel belangrijk, leerjaar 10 wordt afgesloten met een assessmentprocedure gebaseerd op 4 pijlers. Met een bindend advies voor vervolgtraject. Academisch gericht onderwijs, AGO, beroepsgericht onderwijs, BGO. En uitstroom. Tot enkele jaren geleden bepaalden de cijfers voor de vakken van het leerjaar 8 examen of leerlingen naar de MULO, LBO konden of moesten uitstromen. Maar cijfers zijn een momentopname en hebben een mate van subjectiviteit. Toch bepaalde dit de toekomst van de kinderen. Daarnaast waren het veelal de ouders die hun kinderen een richting opstuurden waar het kind soms helemaal niets van moest hebben. Het resultaat was ongemotiveerde leerlingen die soms bleven zitten of geheel uitvielen en de school gedag zeiden. Desastreus is dat voor de leerlingen, voor de ouders en voor de ontwikkeling van de maatschappij. Nu is er aan het einde van leerjaar 10 een uitgebreide assessmentprocedure op basis van 4 pijlers. Eerste pijler, de onderwijsgeschiedenis. Hiervoor wordt het rapportfolio voor de leerjaren 9 en 10 gebruikt. Hoeveel van de doelen zijn gehaald die per vak gesteld zijn en wat is het bewijsmateriaal hiervan? Indien er een uitgebreider beeld verkregen moet worden, wordt ook naar het overgangsrapport van leerjaar 8 gekeken. Tweede pijler. Het schriftelijk examen dat bestaat uit de vakken Nederlands, Engels, Rekenen, Wiskunde en Natuurkunde. Dit examen wordt gecoördineerd door het examenbureau. Bij het schriftelijk examen wordt het landelijk gemiddelde als benchmark genomen. Deze beoordeling vormt een heel belangrijke indicatie voor de vervolgopleiding van de leerling. Derde pijler, het praktijkexamen. Er zijn hiertoe 18 praktijkopdrachten opgesteld. Hieruit moeten de leerlingen er 1 kiezen en in groepjes van 3 tot 5 leerlingen aanwerken. Voor het praktijkexamen is er een individuele en een groepsbeoordeling. De beoordeling bestaat uit 16 onderdelen en resulteert in 4 niveaus. Zeer goed, ruim voldoende of goed, voldoende, onvoldoende. Vierde pijler, het studieprofiel van de leerling. Dat is gebaseerd op 1 zelfevaluatie met een vragenlijst voor de leerling wat zijn haar mening is over zichzelf en voorkeur voor het vervolg. 2. Een vragenlijst voor de school met betrekking tot de studiebetrokkenheid van de leerling. 3. Een zogenaamd spinnenweb, dat is afgeleid vanuit de vorige punten 1 en 2. De vragenlijst bestaat uit 6 categorieën. Studiemotivatie, leervaardigheid, schoolmotivatie en huiswerkmotivatie. Voorkeur praktijk, voorkeur algemeen vormen, deze 6 categorieën vormen het spinnenweb. De informatie uit de 4 pijlers gaat naar de leerkracht die het schooladviesgesprek met de leerling zal voeren. Het is de bedoeling dat na dit gesprek
ook de leerling het schooladvies begrijpt en enthousiast is voor het geadviseerde vervolgonderwijs. Het advies kan zijn AGO profiel A, B of C van het algemeen vormend onderwijs. Wel moeten er mapjes worden gemaakt van wat nu deze niveaus allemaal betekenen. BGO, dienstverlenend of technisch niveau A, B of C, uitstroomroute naar bijvoorbeeld praktijkonderwijs. Er komt een grondige evaluatie van de assessmentprocedure, mede gelet op de bezwaren die ingediend zijn bij de commissie van beroep. Leerkrachten en schoolleiders worden wederom extra getraind in de hantering van deze wijze van gebruik, uitwerken en interpretatie van de uitkomsten van het schooladvies. Op basis daarvan zullen waar nodig verbeteringen worden aangebracht. Dat kan zijn in de pijlers, maar ook in het proces en het inbouwen van een overlegmoment met de ouders. Dames en heren, wat zijn de randvoorwaarden om dit alles op orde te brengen? Ik noem er 13. 1. Training van leerkrachten en schoolleiders in de uitgangspunten van de onderwijsvernieuwingen en de vitale omslagpunten. Verlenging van de basisvorm met 2 jaar en de integratie van het kleuteronderwijs en GLO. 2. Gebruik van beoordeling en toetsing aan het einde van klas 10. 3. Inzichten versterken in het curriculum van de leerjaren 9, 10, 11 en 12. 4. De betekenis van leerlinggericht onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs en het activerende werkvorm. 5. Uitwerken geven van de 2 concrete keuzevarianten binnen AGO en BGO naar richting, curriculum en doorstromingsmogelijkheden. 6. De garantie van backup systemen als remedial leren, beschikbaarheid van leerkrachten zowel binnen de schooltijd als buiten de schooltijden. 7. Het beschikbaar stellen van SOCO's voor de scholen met een zorggericht beleid binnen scholen. 8. Project van de bouw van extra lokalen en of scholen, met name in Paramaribo Zuid en Wanica en andere plekken in het land die het nodig hebben. 9. De onderwijsvernieuwing van onderuit te registreren met een grote mate van betrokkenheid van schoolleiders van de verschillende scholen. 10. Rolverduidelijking van de interne actoren als inspectie, examenbureau, curriculumontwikkeling, begeleiding naar de scholen toe. 11. Strakke regievoering vanuit de stuurgroep onderwijsvernieuwing met gerichte aandacht voor 3 taakgebieden: procescoördinatie, wet- en regelgeving en communicatie. 12. Gerichte voorlichting vanuit het communicatieplan op verschillende doelgroepen als ouders, leerlingen, leerkrachten, samenleving, doelgroepen binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de betrokken vakbonden, de politici, de media, binnenlandse landgenoten, etc. En tenslotte 13, schoolvoedingsprogramma in samenwerking met de stakeholders. Beste kijkers en luisteraars, onze algemene opdracht is samen betere onderwijstoekomst te maken. Dat betekent samen zorgen en werken aan kwalitatief onderwijs. Dat begint bij het kleuter, lager en voortgezet onderwijs tot hoger onderwijs. Het belang van samenwerken met jullie staat hoog in het vaandel. Ik nodig jullie hiertoe uit. Met deze woorden wil ik de reden afsluiten. Ik wil vooral ieder bedanken voor het zwaar werk dat verricht is in het onderwijsveld in het afgelopen schooljaar om toch nog succesvol te laten verlopen. Dank, dank en nogmaals dank. We moeten eerlijk zijn. Als we kijken naar de algehele context van de onderwijsvernieuwingen in het schooljaar 2022-2023 voor elk Surinaams kind, waar dan ook woonachtig, dan constateer ik dat het niet zonder meer vlekkeloos is verlopen. Er is nog veel werk te doen. We kunnen samen slagen om goed onderwijs voor nu en de toekomst te realiseren. Daarvoor is zorg en aandacht, betrokkenheid en inzet en een besef van een gezamenlijke verantwoordelijkheid cruciaal om vele uitdagingen de baas te zijn. In het bijzonder, heel veel liefde, kracht en wijsheid aan elk kind, ouder en leerkracht toegewenst. Ik startte deze reden met een woord aan de leerlingen, studenten. Bijdragen aan jullie toekomst door goed onder is mijn dagelijks motivatie in mijn werk. Daar ga ik enorm mijn best voor doen.
Aan de totale samenleving verklaar ik bij deze het schooljaar 2023-2024 open. We verwelkomen 2023-2024 met het hoogste aantal percentage bij de overgang en doorstroming leerlingen naar het volgend leerjaar. Van geslaagden bij alle schooltypen van geaccrediteerde opleidingen. Meer beroepsopleidingen en richtingen. Meer gekwalificeerde en gemotiveerde docenten en leerkrachten. Meer financiële middelen, meer studiemogelijkheden, meer toegankelijkheid tot hoger onderwijs. Grand Tani. Sani no ala delibi, levateri o futuro, mi de ja fuscoroyu, mejor pasen sin nanga yu firi, nanga samba bungi yu, mina wa blosi, ala de meluku yu, meluku sa yetu, mina kalinti, mina wa jamanti, no yu shivas malek yu, mia emi go fori ya u. My baby in you. Ala te me luku yu. Me luku sa ye tu. Mia ka inti. Mia wa jamanti. Jamanti. Noi mi shi wa smalde kyu. Mia emi wa fo mi afu. My baby in you.